Zo, daar zijn we weer. Vandaag gaan we een unboxing doen en een kleine reviewtje over de Lenovo K860i is het. Met dank aan DQ Long van Tweakers. Die heeft deze voor mij meegenomen uit China. Nogmaals bedankt, DQ Long. Dat was top van jou. En we gaan hem dus vandaag openen. En we gaan even kijken wat deze Lenovo KA860i, blijft moeilijk, in huis heeft. Nou, de doos ziet er netjes uit. K860i. Wat zit erin? Het is een A9 1.6 5 inch scherm. 27 versie 2 wordt er aangegeven. Dit is de doos. In deze doos zit een extra accu. Dat gaan we ook straks even openmaken. En dan gaan we hem even openmaken. Even kijken wat hij doet. Ik heb hem zelf nog niet open gehad. Dus we gaan even kijken. Zo, op zich ziet dat er goed uit. Dit is de telefoon. Lenovo. Een witte model wou ik hebben. Daar heeft DQ Long voor gezorgd. Het ziet er allemaal goed uit. Mooi toestel. Die zetten we even opzij. Wat zit er nog meer in de doos? Eens even kijken. Dit lijken op boekjes. Een garantiebewijsje van Lenovo. Een Lenovo K860i Ideaphone. Gebruiksaanwijzing in het Chinees. Gaan we straks doornemen. Er zit een koptelefoon in. Netjes verpakt, zetten we weer terug. Een USB-kabeltje. Ziet er goed uit. Standaard USB-kabeltje. Een accu. Nou, die hebben we dus ook nodig. Die hebben we zo nodig bij de telefoon.